Wij zijn live. We hadden wat technische problemen. En ik krijg helaas mijn buddy Folight krijg ik niet qua audiostream erbij. Webcam lukte eerst niet en nu doet de audio het niet. En we gaan er even vliegenvlug doorheen. Waar we nu zijn is minuut 5. Dus af en toe zal Folight misschien wat gaan zeggen en dat horen jullie niet. Dan probeer ik het soort van te herhalen. De volgende keer gaan we dit wel even goed regelen. Het is veel leuker met z'n tweeën. Dus Folight, zeg gerust af en toe eens een keer een opmerking. En dan probeer. Oké, hij zegt ik ben hier voor morele support. Zo. Ja, ik heb hier mijn tweede morele support. Dat is mijn hertog Jan karakter. goed, Freddy speelt Berbers tegen Train Sid. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Ja, die is ook Berbers. Dus alright. Op de map Hideout. Oké. Folat zegt hij is mijn extra paar ogen vandaag. Zo, dat is helemaal goed. Kijk even naar Trainset. Die gaat een beetje jagen, zo te zien. Zo. Die heeft er zin in. Allebei Berbers, ja. Wat zijn hier de kansen op? Map Hideout. Zoals je ziet is er een groot stuk bos in het midden. En je hebt al een wall om je heen. Ik hoor dat van Folight, dat het Naval en wat zei je? Devilry Sif is. Vooral kamelen, unique units. 10% snellere villagers. Ja, maar ja, als je beide Berbers bent. Goh. wat ga je dan doen? Een beetje een mindfuck. Er wordt hier al wel gescout door Train Sid. Mining Camp, die is er vroeg bij. Freddy is vroeg bij de mining camp. Folat zegt dat lijkt op een misschien wel een Dark Age Rush of into Feudal Age Rush, Man at Arms van militie. Ja, hoe wil je dat inderdaad doen met die muren? Hey, hier staan wat idols. Hier gaat één villager. Pff, wat ziet hij? Eens even kijken. We gaan. Ik denk dat hij een soort van muur gaat proberen te maken daar. Misschien die relic nog even net meenemen. Hier wordt ook een muur gemaakt. Folight denkt dat hij voor de turtle play gaat. Hebben zij mango nails? Hier. Yeah. Dat zou betekenen dat Freddy er gewoon eventjes dwars doorheen bonjourt. Of train zit natuurlijk. Maar dat is echt zo'n typische actie voor Freddy. Freddy 27 villagers. Hij heeft dus ietsjes langer doorgelopen pushen, totdat hij Feudal Age popte. En Train zit dat 23. Dus hier heeft Freddy even die economy voordeel. Ik zie nog geen barracks up. Freddy gaat zo hier zien dat er een muur wordt gemaakt. Even kijken wat zo'n Feudal View is. Dat heeft hij nu door. Je ziet hem heel duidelijk hier nog even scouten. Zo van, oké, so this is what's going on.
Oh. Ook slim. Want anders had die scout hem al lang gepakt natuurlijk. Oh, oh. Barracks. Nog een klein gaatje hieronder, dat zou sneu zijn. Ik ga ook de chat even in de gaten houden, of zou jij dat willen doen? Ook de chat van... Oké, cool. Oké, cool. Cool. Zo is dood. Nice. Lak maar. Aha! Nee. Die rip en kijk wat hier gebeurt. Hier? Freddy, die pusht. Komen er twee aan. You what? You came to the wrong neighborhood. Slowly degrading. Stable. Oké. Okay. Freddy heeft... Ja. Lak maar maar. We gaan even Freddy kijken, want dit is wel cruciaal of die muur blijft staan of niet. Ja. Ja. Oh... Ja, de muur staat. Die was cruciaal, want deze stond hier namelijk wel. Zo op een manier zo van, oké. Nou gaat het feest niet door. Kijk hoe snel zo'n muur gaat. Niet heel rap. Dus, ja. Er worden meer aan toegevoegd. En er wordt... Upgrade botlines, 20% meer HP, 20 HP meer, ik weet niet precies wat het was. Hier wordt... Oh, trainset die verkoopt wat voedsel. Wat doet die? Boardfood. Dus ik... Hij heeft geen barracks, hè? Oh, de muur is down. Ah, dan moet hij nu snel zijn. Ik denk... Het is nu ook cruciaal hoe Trainset hierop gaat reageren als hij door de muur heen wil. Hij heeft nog lang niet genoeg voedsel, dacht ik. Het is ook wel vrij vervelend natuurlijk. Denk je, Volaat zegt het is puur afleiding. Ik moet af en toe even herhalen wat hij zegt, omdat jullie het niet horen, denk ik. Azul. Freddy zit niet op het goud. Oh, hij was al naar... Hij was al naar Castle Age al een tijdje aan het gaan. Ik dacht dat hij het voedsel niet had, maar de update die kwam pas later in de UI hier. Oh.
Nou ja. Hij heeft wat voedsel gekocht en toen ging hij naar Kaal, zoiets, zegt hij. Ja, nou. Zo. Het tweede town center. Barracks, toch maar eens even wat pikemen maken misschien. Volop. Ja, er wordt wel mooi druk gelegd hier. Het kost hem ook woed, hè, dit. Om elke keer die huizen in te zetten. Die huizen heb je toch nodig, I know. Maar... ja, in Village Idle Time, zegt Folight. Maar je kunt nu bijvoorbeeld heel moeilijk... pikemen gaan maken. Die kosten woed. Dus... of pikemen nog niet eens, maar... wat zijn het in eerste instantie? Spearmen? Steen. Draco zegt dan stop de agressie. Ja, je kunt hierboven gewoon verder waarschijnlijk, hè? Camel Rider, de eerste. Dan wordt wat woed gekocht, want hij had pikeman nodig. Kijk, er wordt uitgekozen hier. Dit gaat een stuk sneller met in ieder geval een kameel erbij. En zodra hij er één keer heeft aan gebouwd, dan kan hij dus het niet meer een refund krijgen. Kijk, zijn hout die gaat naar beneden. Hij heeft net een upgrade gedaan. Hij doet nou squires, maar hij kan dus die pikeman niet gaan bouwen omdat hij geen hout heeft. Ja, het hout komt eraan. Dan wordt hier extra villages op goud gezet. Met kef. Een mangonel wordt gebouwd. Heel interessant. Ondertussen zit die scout hier gewoon constant heen en weer te rennen. Ja, dan kom je niet binnen natuurlijk. Nou, er staat nou wel een flinke passie. En kijk naar het voedsel en naar het woed van Swingshit. Hij bouwt wel een army van pikemen nu op, maar hij kan niet. Hij kan geen grote gebouwen maken nu die hij nodig heeft. Bijvoorbeeld voor cavalry of zo. Het enige wat hij bouwt is een barracks. Hier ook barracks. Ja, hij heeft een extra TC. Kijk, dit huis gaat er zo aan, hè? Maar, met die pikeman erbij, ik ben benieuwd hoor. Kijk, die anticipeert nu op een... dat er pikeman worden gemaakt. En die komt aan met crossbowman. En dan wordt hier alvast wat steen gejat. Een kasteel, dat is slim. Zo, hij is erdoor. Hij is erdoor. Dit gaat ermee. Dit wordt een lastige een. Dit nog. Dicht houden. Ja. Hij heeft te weinig om die pikeman tegen te houden. Er wordt nog een kasteel hier gebouwd. En een archery range. Ja. So, I see you draw a castle. I counter this castle. De Walmart. Ik denk dat hij... zal hij hem al gezien hebben? Ja. Hij ziet dus dat daar zo'n... Volgens mij zit hij net op een hill. Net wel, net niet. Ik weet niet of dat een hill is. Lijkt... ja, hij ziet hem wel.
Hier worden twee archery ranches gebouwd. Hij counter denk ik met skirmishes zo. Er komt dan. Voedsel nodig. Hier? Camel archers. Oh nee, ik ik moet even bewust zijn dat mensen jou niet horen. Wat Fowlight net zegt, van ik hoor je praten, maar ik zie je op de stream bier drinken. Oh, I work in many mysterious ways. Je gaat naar de Imperial Age. Alidus had hem in. Knock knock. Maar die Imp Age die gaat wel een probleem worden, want er komt er een trap uit. Freddy is ondertussen aan het uitbreiden hier. Die ziet de buien naar de long term wel hangen. Dus die is al met preventive measures hier bezig voor een counter attack. Dus dat is op zich wel mooi geanticipeerd van Freddy. Dat hij al denkt van dit gaat hem niet worden hier. Nou ja, mocht het hem niet worden. Hier. Start. Er worden wat extra huizen bijgebouwd. Azul. Die heeft heel veel steen. Maar heeft hij nog wel wat meer? Right. Hier de scout is volgens mij net neergehaald, denk ik. Oké. Wat gaat Freddy nu doen? Freddy zult... Kijk, Freddy denkt ik moet nu ook naar Imp. Want dit anders gaat het niet goed. Want je weet wat er nu gaat komen. Die gaat natuurlijk als eerste zo'n trebuchet maken. Nog een paar honderd... Nog, volgens mij was het 1000 voet, toch? Freddy heeft op zich genoeg steen om, om die castle up te houden. Kijk, er worden hier wat knights gespaard. Ik vraag me af waar Freddy zijn imp blijft. Ja. Kijk, dat hij ook al hier bezig is met een mining camp. Een siege workshop. Hij wil gewoon zijn resources afpakken hier. In de long term. University. Ja. Ja, Freddy heeft absoluut controle over de map. Hier wordt een TC gebouwd. Is hij zichtbaar? Hij is zichtbaar. Nee, een kasteel bedoel ik. Door wie is dat rood? Ja. Ziet Freddy die?
Freddy ziet hem niet. Dat kan nog wel een verschil uitmaken. Dat daar een kasteel staat. Dan eigenlijk ben je het goud daarmee aan het verdedigen. Ja. Yes, Freddy's Imperial Age is up. Freddy heeft nu gezien. Oké, daar zijn ze wat aan het bouwen. Het kasteel is down. Op zich heeft Trainset het heel goed afgehouden en gewoon doorgegaan met zijn eigen economy. Hij heeft deze gewonnen. Hoe heet het? Hier gebeurt. Hij heeft deze ook gewonnen. Er zijn geen murder holes. Die wordt nu meteen. Ja. De villages worden afgemaakt. Het zijn er te weinig, denk ik. Misschien is het een soort van afleiding. Janitors. Die zijn niet sterk genoeg. Pikemen zijn niet sterk genoeg. Dan gaat die Remco dat weer aan. Het kasteel gaat wel down. Er staat nog een kasteel up. Die janitors die zijn natuurlijk heel sterk tegen crossbowmen. Het zijn een soort. Mounted skirmishes. Maar voor de rest volgens mij ook gewoon vooral voor villager harassing en dit doet helemaal niks. Het kasteel heeft er nog net gehaald, dus dat had ik niet verwacht. Ja. Inderdaad, Freddy begint map control te verliezen. Nog een trap gemaakt. Hier komt het kasteel. Dan kun je daar door pushen en dan word je niet teruggepusht. Als je hier een kasteel past. Ja. Hij sloopt in sloopt de bootlijn van de tegenstander, hoewel ze hier gewoon verder kunnen natuurlijk. Er wordt hier een klein beetje tactisch teruggetrokken, zo van oké, dit is verloren gebied. Voorlopig. Wel mooi. Ja, even hergroeperen. Wat ook gedaan, hij had hier wat stables gemaakt. Dan worden we volop stables. Gebouwd. Kijk, deze is waarschijnlijk wel zichtbaar aan de kant van. Ja. Wat je wel hebt is nu dat deze gewoon heel simpel eigenlijk dat kasteel van afstandje kunnen neerhalen. Oké, let's beat their castle with ours. Net op een cruciaal moment heeft Trainset het overgenomen, want hij was het geen goud meer. Hij moest het goud hebben. Wat Freddy aan het doen was hier, was op zich wel slim om uit te breiden. Oeh, kijk wat hij gemaakt heeft. Match.
Dit is een bottleneck, van heb ik jou daar. Ja. Oh, oh Scorpion, wat doe je? Scorpions, wat doe je? Ja, dit heeft dus geen zin. Ja. Hij heeft op zich wel veel. Hij heeft nou de numbers om door te pushen. Dus hij kan nou doorpushen. Er worden nu wel natuurlijk insane veel pikemen gemaakt. Wat is er nog meer gaande? Helemaal niks. Oké, dit is interessant hier. Oh ja, oh wegwezen. Split up, pak ze allebei. Nou zou Freddy ook even een wammer moeten maken om dit kapot te maken. Oh! No! Ja, die haalt het niet. Er worden bomber cannons gemaakt. Die vind ik zo vet. Transit die ontwikkelt Vamp Rink. Dus die zal iets met Archers willen gaan doen. Camel Riders houden van Archers. Echt, er zijn ook Janitors. Dit doet Freddy goed. Hij heeft nou de numbers. Hier wordt wat opgebouwd. Het goud van Transit houdt een beetje op. Azul. Dit heb ik nog helemaal niet opgemerkt. Hier zit een trebuchet. Eentje. Hij lijkt ook een klein beetje op de lumber camp die erachter zit. Dat is dus een lumber camp. Ah, trebuchet in disguise. Elkaar een beetje aan te vallen hier. Freddy maakt hier, bouwt hier een critical mass op. Oh, dat geluidje. Heeft hier aardig wat bomber cannons. Dus, dit kan nog wel eens heel bijzonder uitvallen. Ja, stuurt ze meteen terug. Verdedigt de bomber cannons. Hij is weer terug. Fallout was even weg. Freddy die heeft aardig wat, wat siege hier. Dus het is op zich wel interessant wat hier gebeurt. Microed. Trying to deny it. Zeg zijn al die bommen die kennis opzetten. Wat is dit voor warm up. Er staan ook wat. Hier staan ook aardig wat tegenover voor de. Als counter op de pike. Wat gunpowder units. Gewoon mooi. Die gaan gewoon in één keer neer. Dus hij heeft er 11 of zo. Dat is gewoon een mooi aantal. Een mooi aantal gunpowder units. Dus het is een mooi divers leger. Ondertussen zit die. Die trebuchet door te schieten. Er komt nog een hele hoop aan. Ik denk dat de forward bases gaan gemaakt worden. Kijk hoe ze economy verder. Die moeten wel verder lopen, denk ik nu. Dit gaat gewoon nog allemaal normaal door. Dat kasteel hier is weg. Er worden stables gemaakt hier. Er staan
Wel een trap. Nou. Het goud is inmiddels hier op. Daar is nog aan het goud hakken. Er wordt naar, hopeloos naar goud gezocht. Freddy heeft dit goud. Het wordt een goud game. Freddy die zit natuurlijk op de tegenstander zijn helft van de map. En die pakt de resources weg. Dat deed hij voorheen al met het steen. En nu doet hij dat met het goud. Die is Kaduk. Dat als je geen goud meer hebt, dan is het meester exit. Zal er dan ook een monk worden gemaakt? Ja, de relic. Zal die andere relic gepakt worden? Die of die? Nog niet. Oh. laten we niet. Er wordt even een monastery naast de relic gebouwd. En dan hoeft de monk niet zo ver te lopen. Dat is wel vatvol, Freddy. Wordt een extra kasteel hier gemaakt. Ik snap niet waarom, omdat er ook een trebuchet is, maar die wordt nu aangepakt. Met het oog op. Oh jee. Oh jee. Maar hij is er wel bij. En hij is er op tijd bij. En weer terug waarschijnlijk. Oh, niet terug. Oké. Okay. Stil staat. Hieronder staat ook nog een kasteel. Je ziet hier rood helemaal naar rechts toe lopen in de hoop van. Vinden we nog wat goud? Want rood had op zich hier wel explored, hieronder nog niet. Je ziet wel dat hij een groepje villagers heeft heen gebracht. Zo van, nou, in een attempt zo van, nou, vind daar maar wat. En hier ook, vind daar maar wat. Ondertussen is hij natuurlijk druk bezig, hiero. Ja, je ziet Train zit nu in panic mode. Wat villagers veiligstellen. Freddy de overhand krijgen in de aanval. In de oorlog. Hier wordt getracht nu. Dat spul is niet gratis, hè, zegt Freddy. Freddy is mooi aan het hieren hier. Hij pakt gewoon het goud af hier. Maar wat wordt hier gebouwd? Archery range. Ja, dat is leuk, maar als je geen goud hebt, dan worden dat skirmishes. Oké, hij heeft wat voedsel verkocht voor wat goud. En ik denk. Ja, ik weet het niet. Volat zegt, daar is een gaatje. Siege Workshop. Even kijken wat Freddy hier ziet. Dit ziet Freddy. Dat heeft hij wel door. Dat heeft hij wel door. Dus die had hij denk ik. Gaat hij nou terugtrekken? De Walmart. Hij gaat zichzelf, maar dat zeggen ze zelf. No, no returns. maar wat hier gebeurt is ook niet al te mooi. Freddy heeft natuurlijk geen inzicht in het. Heeft Freddy door hoeveel goud er op de map is? Hij heeft dit helemaal verkend hier. Dus hij weet dat hier geen goud is. Freddy weet ook dat het goud daarop is. En ik denk daar ook op. Ik kijk. Oh, pardon, dat heeft hij helemaal niet verkend hier. Hij weet niet of daar nog goud zit. Hij denkt dat daar nog goud is, misschien al gemined. Dus, what are you up to? Komt een trap. Ik heb het idee dat dit. Er is wel een defensive force, maar ik heb het idee dat het soort van ook opgegeven wordt, omdat hij ook helemaal hier naartoe gegaan is. Hey! Hij is er doorheen! Raiding party! En ondertussen hier ook aanvallen, hè? Wat die. Ja, die staan er heel mooi achter een lijn van. Janitors. Ja, dit wint hij. Dan kan hij doorpushen met die trebuchet en die bomber cannons. Yep. En wat gebeurt hier? Ja, want hij is hier aan het micro met dit ding. Met deze. Maar. De term panic cast. Oh, hier zit nog steeds een gat volgens mij hoor. Hier.
Dat is een beetje. Kijk, effectief. Er wordt geprobeerd om dat kasteel op te houden. Te vergeefs. Dus dit is. Hier? Bexit, probably. Het goud is hier ook op. Freddy heeft. We gaan even hier weer naartoe. Ja, op zich aan 2 of 3 camels heb. Zeg maar, joh, eigenlijk moet je er met iets meer aanvallen. Dan kun je ze overlopen. Maar je wil ze nu ook stoppen, natuurlijk. Sars. Oh, kijk. Hier komt een groepje aan. Ah. Dat wordt wel gedeeld. Die villagers worden gecued in de town center. En die kunnen soms het kasteel afmaken. En dan ben je nergens. Hier ondertussen wordt doorgepusht. Ook aangevallen. Op 2 fronten wordt hier dus een leuk spel gespeeld. Dus. Dit is inderdaad een epic match. Een tweede castle zeg. Ja, hier ook. Ja. Nog warmer. Er komen aardig wat units aan hoor. Constant. Kijk hoe dat hier gaat. Azul. Er is een. Er is een wol weggehaald van Freddy, die had zoiets van, yo, echt niet. Oké. Ja. En weg met dit. In a pool, L9. Die is weg. Trainset zegt een good game. Ja, Trainset zegt good game. Statistics. Dat is heel leuk om te zien. Cool, 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 cool. Alright. Actions per minute. Oh, dat mag niet. Society. Ik zou verwachten dat Freddy Society echt altijd gewoon flatline naar 0. Maar. Kijk, technology. Economy, red and gold, wood, food, gold, stone. Je ziet dat Freddy het meeste stone heeft gehakt, heeft hij ook gewoon genikt van de tegenstander. Qua gold toch wel redelijk dicht bij elkaar, terwijl Freddy toch wel wat gold had gejat van Trainset. En wat hebben we hier? Military. Army high, ja. Constante druk. Nou, hij niet eens constant, maar wel altijd aanwezig op de tegenstander zijn helft. En dat is toch wel een soort van psychologisch spel, dat je constant dat achter de feiten aanloopt. En niet in rust zit. Ergens had ik nog zoiets van, ah, breakthrough. Ja, leuke match om te zien. Dus een good game both. Goed gespeeld. En ja, ik vond van Trainset heel goed hoe lang die weerstand hield. Maar ook gewoon, ja, dan ga ik toch gewoon naar Imperial toe. Weet je wel? En toen toch gewoon heel goed teruggepusht. Zijn eigen map control weer teruggepakt van zijn eigen helft. Hele mooie comebacks. Freddy met zijn early attack. Ja, toch wel goed dat die muur er stond. Wel grappig dat hier dan de muur staat van rood. En aan de andere kant de muur van groen. Dat ze beide zoiets hadden van, you shall not pass. Goed, ik beëindig de stream. Bedankt voor het kijken. En ook bedankt voor de mentale support, Folight. Volgende keer. Volgende keer hopelijk horen we jouw muzikale stem erbij. Alright, see ya.